Het is een echte winnaar. En jullie zijn natuurlijk ook allemaal winnaars, maar dit is een echte winnaar. Het is niet onbelangrijk om doorzetten. Zijn jullie ook allemaal goed? Hij is ook nog eens presentator, dus je zou hem tijdens de Olympische Spelen gezien kunnen hebben. En niet onbelangrijk, hij houdt ook van schaatsen. Ja hoor! Mag ik aankondigen bij deze? Meneer Erwin Winnemars. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hebben we er allemaal een beetje zin in? Ja. Nee, hè? Vandaag begin ik dus met het examen. Allemaal? Vandaag is het examen toetsdag op de proefexamen. Zijn allemaal een beetje goed voorbereid? Ja. Hebben jullie, wie van jullie kennen mij helemaal niet? Helemaal niet, geen enkel idee. Die kijken helemaal geen tv. Nee, ook helemaal niet sportief aanleggen. Wie kent mij wel? Gelukkig, de meeste kennen mij wel. Jongens, als jullie dit filmpje zien, wat valt jullie dan op? Nou, wie durft er? Wie durft iets te zeggen? Kom op. Het schaatsen valt op. En de manier waarop, jongens, wat zie je dan? Ja, sprinter. Ook dat klopt ook, ja, dat is een goede constatering. Doe het anders nog? Nee, niemand? Niemand durft? Zit er een beetje energie in, misschien? Ja, een beetje passie misschien ook wel? Ja. Ik denk dat als we het praten, want jullie gaan zo meteen het examen in. En dan willen jullie graag natuurlijk succesvol afronden, neem ik aan. Staan jullie allemaal een beetje goed voor? Ja? Wie gaat allemaal slagen? Wie weet het nog niet helemaal zeker, maar denkt wel dat hij geslagen kan. Wie weet er al zeker van, ik ga zeker niet slagen. Echt waar? Jongens. Een aantal ingrediënten voor nodig. Ik heb er nooit als schaatser echt bewust over nagedacht, maar achteraf heb ik een soort analyse gemaakt van hoe komt het toch dat ik altijd zo energiek was? Ik wil graag met jullie een video over hebben, eventjes. Als eerste dacht ik, waar gaat het eigenlijk om in topsport? Als het echt over topsport gaat, wat is het allerbelangrijkste in topsport? Nou? Wat is het allerbelangrijkste in topsport? Waar gaat het om? Winnen, inderdaad. Mee eens, zijn we het allemaal eens? Ja, in topsport, winnen? Ja, toch hè? Ja, ik geloof wel dat als hij ergens voor wil gaan, dat je dan eerst als hij echt een doel moet stellen. He, dus nou, jullie hebben een doel, volgens mij is dat het examen. Toch wel het doel hè? En als tweede dacht ik, dat één ingrediënt, gaan we zo meteen even over hebben. Als tweede ingrediënt, wat ik echt belangrijk vind, is... Ik ben 15 jaar lang over heel de wereld gereisd. En 15 jaar heb ik altijd in teams gewerkt. Ben ik heel veel gereisd. En uiteindelijk, als ik echt helemaal afpel, dan denk ik: heb ik het nou. Als ik helemaal. Echt ik ben tegen mezelf, ben ik 15 jaar lang directeur, groot aandeelhouder geweest van de BVR. Ik heb het eigenlijk gewoon lekker voor mezelf gedaan. En dat is denk ik ook heel belangrijk, dat je eigenaarschap maakt. Dat je dus niet iets gaat doen voor je ouders, of niet iets gaat doen voor je leraar, maar dat je het doet voor jezelf. En als je dat namelijk echt doet, dan pas kun je het halen. Want je hebt er niks aan om het voor een ander te doen. Dat gaat je niet helpen. Maar als je namelijk echt weet wat je wil, als je weet van ik wil dat examen halen, ik wil kampioen worden, dan pak je daarover eigenschap en dan ga je zo op zoek naar een weg waarom je iets wel haalt, in plaats van waarom je iets niet haalt. Als ik kijk waar ik vandaan kom, ik kom uit Dalfsen, een klein stukje verderop. Ik ben als klein kind was ik vroeger helemaal niet sterk.
Ik was eigenlijk altijd het zwakste jongetje uit de klas. Dat kwam omdat ik als 6-jarige leeftijd heel erg ziek ben geweest. Ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen. Op een gegeven moment kwamen zelf mijn ouders naar het ziekenhuis komen. En die moesten toen bij de dokter komen. En toen zei de dokter tegen me, nou, als er me morgen haalt, dan zal het fijn zijn. Hij heeft namelijk een zeer zware ernstige bloedziekte. En als het overslaat naar zijn organen, dan waarschijnlijk gaat hij het niet halen. Nou, mijn ouders moesten toch gewoon naar huis doen, want ze hadden aan de boerderij, ze moesten aan koeien melken. Dus ze gingen toch gewoon naar huis doen. De volgende ochtend was ik er gelukkig nog. Op zich allemaal niet erg, ik heb het allemaal overleefd. Het heeft heel lang geduurd voordat ik daar weer van herstel. Ik heb altijd het gevoel dat ik minder was of dat ik kleiner was dan de rest. Ik heb zelfs zo hard, hè, dat ik gewoon niet meer vooruit kwam. Ik trainde zo hard dat ik hartstikke overtraind was. Ik zeg, maar mij niet uit. Ik zal het achteraf, mag niemand tegen mij zeggen, die jongen heeft niet zijn best gedaan. Ik trainde heel hard. Ik had al bewezen dat ik de beste schaarste wereld was. En ik had nog een paar redenen waarom ik eigenlijk wel vond dat ik het verdiende om te winnen. Ik had namelijk 1998 meegemaakt. Daar weet ik helemaal niks van. Maar in 1998 had ik mijn eerste Olympische Spelen. Dat was heel mooi. Toen waren er nog allemaal vaste schaatsen. En toen in de zomer van 1997 kwam de klapschaats. En ik was echt een regionale schaats. Ik kon leuk meekomen op overijsse kampioenschap, maar dat hield ook wel een klein beetje op. Maar toen kwam de klapschaats. En toen was ik zo van de ene op de andere dag, was ik absolute wereldtop. Echt meteen gewoon. Van overijsse kampioen ben ik gewoon bijna wereldkampioen. Dat is echt fantastisch. Dus ik denk, nee, dit is leuk, de klapschaats. Dat bevalt me wel. En toevallig was in dat jaar ook nog de Olympische Spelen. Ik had nog nooit voor een grote wedstrijd gekwalificeerd, maar vlak voor de Spelen kwalificeerde ik mij voor het eerst voor een WK. En ik reed uit het niks met de derde op het WK, 2 weken voor de Olympische Spelen. En ik mocht toen de Olympische Spelen rijden. En ik reed op die Olympische Spelen, begon ik met de 500 meter. De 500 meter was mijn minste afstand. De 1000 en de 500 meter had ik me ook voor gekwalificeerd. Dat waren mijn betere afstanden. Maar ik begon met die 500 meter. En ik reed een hele goede 500 meter. Ik werd vijfde op de 500 meter. Ik denk, nou, dit is fantastisch. Gosh, man, erg ben maar de Dalsen. Op de Olympische Spelen. Ik word vijfde op de Olympische Spelen. En die 1000 en die 500 meter komen nog. Dat zijn mijn betere afstanden. Dit wordt lachen. Toen was het nog wel de 500 meter dat ik 2 keer moest rijden. Een keer binnenbaan en een keer buitenbaan. Dus ik moest de 2 keer omloop nog wel even rijden. En dan moest ik rijden tegen een hele grote Noor. Grunnius. Gozer van 2 meter lang. Grote pak had hij aan. 100 kilo woog die man. En waar ik het heel makkelijk had met de klapschaats, had hij heel veel moeite met de klapschaats. Maar ja, Olympische Spelen, belangrijke wedstrijd, dus hij gaat ervoor. Hij redt alles wat hij heeft. En hij rijdt de laatste binnenbocht, ik rijd in die buitenbocht. En we komen gelijk de bocht uit, maar hij kan de bocht niet meer houden. Hij heeft geen controle over zijn schaatsen. En hij valt en hij glijdt zo naar de buitenbaan. En hij glijdt door het blokje heen en ik moet uitwijken naar de buitenkant. Ik ben jong, atletisch, 21 jaar oud, dus ik weet je wat, ik spring er overheen. En ik spring over hem heen. Maar omdat hij in mijn baan gekomen was, door de blokjes heen, schoten er overal blokjes door de lucht heen. En op het moment dat ik mijn schaats neerzette, komt er een blokje onder mijn schaats. En ik val en ik ga headfirst de boarding in. Ik val in de boarding, ik lig daar op het ijs, op de Olympische Spelen. En ik heb mijn arm gebroken en mijn schouder uitgekomen. Ik schreeuw het uit van de pijn. Ik kom daarmee dus niet meer meedoen. En dat is het einde Olympische Spelen, op dag 2. Terwijl de 1000 en de 1500 meter eigenlijk nog moest rijden. Ik kreeg niet de kans om die afstand te rijden. Ik vond dat er mij echt onrecht aangedaan werd. Ik vond echt dat ik het gewoon niet verdiende. Ik had het liefst niet. Ik ben gewoon onderuit gegeven, niet mijn schuld. Ik heb geen kans om nog wel die afstand te rijden. Ik vond dat ik zielig genoeg was. Dat had ik meegemaakt. Dus ik vond dat ik genoeg ellende had meegemaakt. Ik vond in 2006 dat ik dus harder trainde dan wie dan ook. En ik was ook nog de beste schaatser van de wereld. En ik had nog wat anders. Weet je, dat kom je ook een beetje overheen. Ik kom met dat. Van de boerderij, gezin, 5 kinderen, niet willen poetsen. Hè? En als je denkt aan het profiel van een schaatskampioen, dan denk je aan een boerenzoon uit het oosten van het land. Als je een toets maakt, begin je weer met. En iedere keer moet je weer gewoon bewijzen. En dan komt ook meteen mijn definitie van een winnaar. Mijn definitie van een winnaar is iemand die zijn onzekerheid erkent en gebruikt om een extra grote prestatie te leveren. Is dat je steeds beter herstelt. Je wordt steeds beter. Maar als we werkelijk waar denken dat groei en innovatie en wakker zijn onderdeel van het leven is, hoe beter je wordt, hoe slimmer je wordt, hoe sneller je ook weer herstelt. Dus het houdt ook nooit op. Als jullie denken serieus
Oké, als ik maak deze school en daarna ben ik klaar met leren, daarna ben ik klaar met vooruitgaan, nou, dan kom je echt van de koude kermis thuis, want het is niet. Dit is nog maar het begin van de rest van je leven. En dit is leuk. Het is echt, je hebt het nodig. Nou, maar de bedoeling erachter is wat heel anders. En wat drijf je? Waar wil je heen? En als je weet dat je een stap verder wil, dan moet je eens kijken naar waarom ga ik eigenlijk naar school toe? Wat wil ik eruit halen? En dan is het examen alleen maar een gevolg van goed gedrag. Dan pak je daarover eigenaarschap en dan ga je niet naar een leraar wijzen, maar dan doe je het voor jezelf. En op het moment dat je het voor jezelf doet, dan ga jij op zoek naar een manier waarop jij het wel kunt halen. En ga je niet kijken naar waarom je iets niet kunt halen, waarom je iets niet wel kunt halen. En dat is natuurlijk hartstikke onzeker. En dat is lastig. En dat is spannend. Hartstikke spannend. Maar onzekerheid is gewoon oké. En onzekerheid is helemaal niet erg. Erken het en gebruik het om een grote prestatie te leveren. En als laatste, jongens, blijf wakker. Want wakker zijn is gewoon mooi. Succes. Zijn er bepaalde vragen voor Erwin? Wie zou er een vraag willen stellen? Ja, kan best wel eventjes. Iemand kan. Wie durft er een vraag te stellen? Wie is de pak? Wie heeft vandaag nog in de spelen gekeken? Oké, wie heeft daar een vraag over dan? Niemand? Klopt. Ik vind het heel leuk als één vraag. Hoe kwamen die wonden op je hoofd? Wie heeft het gezien? Wie heeft mij gezien? Ja? Wie denkt er dat ik dronken ben geweest? Oké, ik ben niet dronken geweest. Nee, ik was op weg naar de ijsbaan. En dat was een hele spannende dag, want het was de dag van de 10 kilometer. De allerbelangrijkste dag van de Olympische Spelen. Want die moest daar Olympisch goud gaan halen. Sven. En wat gebeurde er? Nee, inderdaad. Ik was op weg naar de ijsbaan en ik wilde daar op tijd zijn, dus ik had... Ik wilde daar graag heen en ik was heel gespannen. Want ik denk, ik vind het ook wel een spannende dag. En toen wilde ik de weg oversteken en ik denk, nou, het is een hele drukke weg. Ik rijd een stukje met de auto's mee. En ik reed achter de auto aan en keek naar het stoplicht. Maar ik keek naar waar ik tussen de auto's door kon rijden. En ik keek niet naar het stoplicht en het stoplicht ging op rood. En de auto voor mij die stopte. En ik zat op een racefietsje. En ik fietste zo tegen de auto voor me aan. En die ging met mijn hoofd dwars door de achteruit. Toen werd ik afgevoerd met de ambulance. En kreeg ik een. Weet je, dat is ook niet. Daar kun je ervoor kiezen, hè, of je het wel of niet doet. Weet je, ik ging daarheen naar de Olympische Spelen voor die 10 kilometer. Dat is mijn enige afstand waarom ik dat graag wilde gaan. Want ik wilde die afstand graag zien. Ik had een producer bij mij, die moest voor mij zorgen. En ik kwam in het ziekenhuis. En het eerste wat ze tegen mij zei: doe je schoenen uit. Doe je schoenen uit. Want. Ik had namelijk een wond op mijn neus en ik had een wond op mijn hoofd. En ik bloedde zo hard dat mijn hele schoenen helemaal onder bloed zaten. Dus ik deed in het ziekenhuis mijn schoenen uit. En zij ging de schoenen schoonmaken. En toen zei ik tegen haar, nou weet je, volgens mij gaat het niet goed bij, want ik heb zo'n last van mijn neus. Ik heb zo'n last van mijn neus en mijn mond, die doet ook zo pijn. Maar wat zij was, daar was bezig met niet met waarom ik iets niet zou halen, maar waarom ik iets wel zou halen. Dus zij was helemaal niet bezig met, oh wat erg allemaal. We hadden een doel en wij wilden graag op die dag van de Olympische Spelen. Het was nog 3 uur voor de wedstrijd. En ik moest daar zitten. Dus zij zegt tegen mij, ah joh Erwin. Ja, joh, ik zeg, voor mij is het niet goed, volgens mij. Voor mij is het niet goed. Nou, zegt ze, pleistertje erop en ga met die banaan. Ik zeg, maar, en mijn mond dan? Maar volgens mij liggen mijn tanden eruit, zeg ik. Nee, mijn tanden zitten erin. Laat zien. Liet zo'n hond zien. Ah, zegt ze, ik heb ook kinderen. Tanden op de lippen. Is niet erg. En ze ging in het ziekenhuis, ging ze de discussie aan met de dokter. Pleistertje erop. Nou, de dokter werd op een gegeven moment boos. Zij moest weg. Ik ging de OK in en 40 minuten later kwam ik de OK uit. De operatiekamer uit. En ik heb allemaal foto's gemaakt, overal foto's van gemaakt. En ik vraag aan die dokter waar zij bij staat. Ik zeg, wat heb je er eigenlijk met mij gedaan? Nou, zegt ze, zij zei de dokter, 15 hechtingen in je neus, 5 in je mond. Dus ik zeg tegen mijn producer, ik zeg, jij wilt me hier naar buiten sturen met een pleister. En ik ga hier naar buiten met 20 hechtingen in mijn gezicht. Maar ik zeg, ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. En nu gaan we ook naar de studio toe.
En gaan we het ook gewoon doen. Dus dan zat ik daar gewoon in de studio. En ik moet zeggen, ik vind het wel leuk, want uiteindelijk heb ik daar heel veel positieve reacties op gekregen. En weet je waarom? Ik had meteen, natuurlijk is dat als ik een 2 uur voor de wedstrijd in de ambulance ligt, is dat een hele goede reden om te zeggen, nou weet je, laat maar gaan. Dan kun je heel veel, er zijn 100 redenen om te verzinnen waarom het onverantwoord is of waarom je het niet moet gaan doen. Maar uiteindelijk, ik heb er niks aan. Ik wilde die 10 kilometer zitten. En dus ik ga op zoek naar die ene reden waarom ik het wel haal. En als je daar aan vasthoudt, en als je daarmee bezig bent, dan zul je zien dat je daar uiteindelijk ook heel veel erkenning voor krijgt. Dus weet je, ik heb heel veel leuke positieve reacties gehad. Wat leuk dat ik in de stad. En we zagen allemaal, iedere dag zat je daar op tv en iedere dag herstelde je daar. Terwijl er heel veel mensen, vooral die bij televisie zijn, zo ijdel zijn. Denk, oh, als ik zo op tv moet, dan wil ik niet eens op tv. Dus ook met examens, jongens, er kan van alles gebeuren. Het zal ongetwijfeld heel veel redenen hebben waarom je nog niet goed geleerd hebt. Of waarom je toch ziek bent. Of waarom je. Maakt allemaal niet uit wat voor reden je om zit. Ik heb er allemaal niks aan. Ik kan er niks mee. Ik heb er een dag, heb ik er even begrip voor. Maar uiteindelijk haal je examen niet. En zul je gewoon weer een jaar naar school moeten. Dus wat je op die dag doet, of die dagen ervoor doet. Wat voor excuses je ook allemaal hebt. Je hebt alleen maar jezelf mee. Dus ga op zoek. En ook al is het nog zo moeilijk en heb je nog zo weinig geleerd, ga op zoek naar die ene reden waarom je het wel haalt. Als je examenopgave doet, ga kijken niet naar wat je allemaal niet weet, maar ga daarom in de slag wat je wel weet. En dan zul je jezelf echt verrassen. En je verrast je echt, want ik heb mezelf echt nog nooit als kleine jongen gedacht dat ik ooit wereldkampioen zou worden. Maar uiteindelijk ben ik het wel 8 keer geworden. En dat is niet omdat ik altijd bezig was met waarom ik iets niet zou halen, maar altijd omdat ik bezig was met waarom ik iets wel zou halen. Nogmaals succes, jongens. Goed, dat waren mooie inspirerende woorden, mooie prachtige motiverende woorden. En ik hoop ook dat je ze echt te harte neemt, dat je ze onthoudt. En dat we een mooie tijd tegemoet gaan. Dat we met z'n allen ergens in juni hier staan waar je dan je diploma krijgt en dat je gewoon verder kunt. Het volgende traject van je leven. Dat zou prachtig zijn. En ik heb er alle vertrouwen in. En jullie ook hoop. Wat gaan we doen? We gaan zo een rondje rennen, maar we gaan eerst een foto maken. En die foto die mag je hier komen maken, dus ik ga... Je moet vanmorgen weer vroeg uit de veren. Ja. Je bent hier naar de Zeven Linden gekomen met het doel de leerlingen voor het examen op te peppen, of niet? Ja, inderdaad. De examens staan voor de deur. Dus er is een kleine motivatie zodat ze er even keihard voor gaan, want de laatste loodjes wegen weer het zwaarst. En als ze het examen halen, dan zou het een kwel zijn. Dus als ze nog iets kan motiveren vandaag, dat hebben we geprobeerd, dan is dat geweldig. Dus, voor alle kinderen gewoon, en alle leerlingen heel veel succes wensen met hun examens. En ik hoop, ga ervoor. Het verbaast je toch dat er nog zoveel leerlingen waren die jou eigenlijk niet kenden, hè? Nou, dat valt op zich is dat natuurlijk niet zo raar. Want ik ben natuurlijk alweer 9 jaar geleden gestopt met schaatsen. En de dagen dat ik mijn hoogtijdagen had, toen waren zij nog helemaal niet geboren. Dus ik stond er niet echt van kijken, nee.
Ik stond er zelf nou even van te kijken wat jij eigenlijk allemaal gepresteerd hebt, want ja. Je hebt een hele lijst, hè? Ja, inderdaad, ja. Ja, vroeger, hè, maar lang geleden alweer, hè? Ja, nu ja, allemaal dingen. Die pakken ze nooit meer af. Nee, inderdaad, inderdaad. Erwin, in ieder geval bedankt voor de gesprek. Graag gedaan, graag gedaan. Veel succes. Dankjewel, dag.